Bewoners en bedrijven hebben bij elkaar 19 bezwaarschriften ingediend tegen de zandwinning bij de Beuningse Plas. Deze bezwaarschriften zijn allemaal afgewezen en zullen dus niet leiden tot een aanpassing van de vergunning. Bewoners maken zich zorgen om de negatieve gevolgen die het vrachtverkeer voor de zandwinning met zich mee zal brengen. Volgens bewoners zijn er allerlei aanpassingen mogelijk om deze gevolgen te verhelpen, maar hier heeft de gemeente geen budget voor. De Jonkerstraters zijn we tegen al het vrachtverkeer wat de komende 16 jaar hier langskomt. We hebben een zienswijze ingediend. Die hebben we allemaal als afgewezen teruggekregen. Hier wordt bijvoorbeeld alleen 4 decibel meer door die 160 vrachtbewegingen per dag gemeten. Maar ze vergeten dat wij al heel veel decibels hebben aan het logistiek verkeer wat hier langskomt. Er wordt geen bezwaar gemaakt van dat we waardevermindering hebben, het woongenot. Er is geen fatsoenlijke meting gedaan van wat het doet met onze gezondheid. Je gaat minder slapen, er is heel veel fijnstof in de lucht. Wordt ook niet gekeken, want ze zeggen van ja, dat hoort erbij. Alles wordt afgewezen. En ik vind het grootste bezwaar van dat 16 jaar het woongenot achteruit gaat. Ik denk dat het financieel gewin is. En wij zijn hier met 10 huishoudens die hier wonen. En ja, de mens wordt niet geteld, de economie en de dieren die staan voorop. En dan komen wij. En ze zeggen er is geen budget om aanpassingen te doen. Je zou snelheidsbeperkingen hier kunnen doen, dat er ook controle opkomt. Je zou een geluidsscherm neer kunnen zetten. Het hoeft echt geen grote of brede muur te zijn. Je hebt tegenwoordig zoveel technieken dat je het verkeer dan minder ziet. En als het een beetje hoger is, heb je ook echt reductie van het geluid.